Ja, die is echt heel leuk. Die ook uit? En ik wil deze passen. Vind je die leuk? Ja. Leuk? Nee. Blij mee? Ja! Ik ga alles zien. Wauw, die wou ik zo graag hebben. Heel stoer. Vind je hem mooi? Ja. Goedemorgen. Hoi. Wij zijn de Bunninga's, familievloggers. We gaan eerst even lekker eten. Kijk lekker mee. Kinderen gaan naar school. Papa en mama hebben een afspraak. Oud school. Ja, gaan we lekker naar de stad. En daarna met z'n allen naar het zwembad. Blijf je? Ja, zwembad! Hij zit weer in de auto. Ja. We hebben weer een afspraak. En, ja, we gaan even lekker aan het werk, nu de kids op school zijn. Dus we zien jullie straks weer. Doeg. We zijn wat vroeg klaar met ons werkafspraak. Dus we zijn tijd voor een alvast Sinterklaas weekend sfeer te komen. Pepernootjes, chocolademelk. Wat heet je slagroom? Die moet je erin doen. Ja. Altijd even chocol en slagroom. Dus maar je drinkt dit lekker warm op. Dan gaan we alweer Luan halen. Tuinblijs. Luan heeft vandaag een kort dagje. En ik ga zo shoppen met Luan. Ja. En ik ga naar de Mediamarkt. Ik ga naar mijn speelgoedwinkel van de Mediamarkt. Tot zo. En Luan is weer bij ons in de auto. Hey, grote vent. Hi. Wat heb je op school gemaakt? Wat zit er in dat bekertje? Pepernootje. Ga zien. Papa, mama hebben ze net geproefd. Oeh, lekker, lekker. Was die lekker, mami? Hij was heel lekker. Ja, we gaan nu naar de stad toe. Daniel die gaat even naar zijn favoriete speelgoedwinkel, de Mediamarkt. Nou, Luan en ik, wat gaan wij samen doen? We gaan shoppen bij de Hema. Wij gaan shoppen, ja, we gaan samen shoppen. We gaan eerst eventjes naar de Hema toe, even lekker broodje eten, dat had ik hem beloofd. Daarna gaan we samen even lekker shoppen in de stad. Voor Luan zelf, Lucilla zit nog op het kinderdagverblijf, dus het is eventjes echt een moeder-zoon momentje. En Luan, heb je zin in, hè? Ja. Oké, nou, wij gaan op naar de stad. Vind je die leuk? Ja, die is echt heel leuk. Schoon, die heet Theodor en die heeft ook zo'n shirt. Die heeft ook zo'n, oké. Ja, maar, dat vind ik leuk. Maar ook omdat je hem zelf leuk vindt? Ja. Ja, dit? Die is echt leuk. Ja, deze. Vier van. Ja? Ja. Ja. Die ook uit? Ja. Dangerous. I'm the greatest dancer.
tassen gekocht. Echt een heel hoog tassen. Jij ook? Even. Papa die staat hier binnen. Met een parfummetjes denk ik. Kom maar. Oh ja, hier was een keer naar papa geweest. Ja. Papa! Wat heb je gekocht? Cool. Nou, ik ga zusje ophalen en de honden laten. Haal ik jou mama weer straks op, hè? Doei doei. Nou, we zijn bij de Specsavers. Mijn brillen zijn klaar, dus die gaan we even ophalen en passen. En mijn testlenzen. Maar moet eerst nog even afgesteld worden. En we zijn even naar de wc geweest. Deze? Nee, en deze. Die zwarte? Deze wil ik dus passen en deze wil ik passen. Deze ook maar even passen. Mama, een beetje te groot. Mam, kijk. Die bij jou. Deze passen dan? Ja. Kom maar. Wat was? Kom, gaan we dit passen. Vind je die leuk? Ja. Ja, het zit anders dan die andere. Mijn gekste is poepel. Vind je die leuk? Nee. Leuk? Nee, echt leuk. Niet zo leuk? Kijk eens, vind je deze ook leuk? Ja, ja. Wil je die even passen? Ik wil een goede maat pakken. Nou, blijf je hier zitten. Mama, ga even de schoenen pakken. Ja. Kijk, ik kijk dit. Oh, het is in de winkel. Kijk, het is in de winkel. Mama, waar ben je? Oké, dat is goed. Ja, ik zit ook op het ding. Ja. Oké. Wel handig dat er ritjes in zitten. Ja, hoor. Nou, ik vind ze wel stoer, Lu. Ja. Nou, ga eens even lopen. Hé, kom er eens aan. Kom ze mama toe? Kom ze mama toe, nu. Zitten ze lekker? Ja. Ja, doen ze het niet pijn? Nee. Ga ze rennen? Ga daar weer rennen? En weer terug? Is ze goed? Leuk? Ja, leuk. Heel leuk? Nou, kom. Ga je mee? Hallo! Ben blij mee? Ja!
een waaier. Om de warmte buiten, binnen, de warmte binnen te houden en kou buiten. Ik kan alles zien. Neem iets leuks. Oh, dat. Ik heb weer maat bij, hè? Hier, 110. Moet je even passen? Hoe zie je ervan? Nee, ik ben een beetje te groot. Maar dat is niet erg, want ik heb nog een beetje een groei. Wil je een spiegel even zoeken? Ja. Vind je die leuk? Leuk. Ja? Maar heel stoer. Ja, dat is wel zo'n stoer jasje, hè? Ja. Ook dat hij dicht is, dat hij ook heel cool. Met open vind ik hem mooier. Ja? Ja, met open vind ik mooier. Nee, ik vind het open mooier. Open vind ik echt mooier. Ik hou van open. Zie maar open dan. Open is leuker, vind ik. Ja, kijk. Dan kan het ook een beetje de tijger zien als je het licht voelt. Ik kan niks zien. Ja. Die leuk? Ja. Yeah. Okay. Bij de Specsavers. Mama heeft 2 nieuwe brillen besteld. Ja. Moet mama even laten afmeten. Dus dat ze recht komen zitten. Dit is dus nog mijn oude bril. Maar je hebt ze nog niet gezien, hè, jongen? Welke oude bril? Deze bril. Dit is mama's oude bril. Ja. Er zitten allemaal krasjes op van Moezel en Pip. Allemaal krasjes. Dus mama heeft 2 nieuwe brillen. En die moet ze even opnieuw afstellen. Moet even wachten. Leon die speelt even de brillen aan. Die gaan nu zitten. Hm? Die heb je dat niet. Kijk, de een heeft een heel erg mooi hoesje. Een glitterhoesje. Ja. Voor kerst, zie je dat? Ja. Nou, jij hebt ze nog niet gezien. Oh ja, deze was hem. En die. Kijk. Oh, prachtig. Hier, nou, film je mama's even? Ja. Eens even kijken hoe ze ook alweer zaten. Oh, wat voelt dat anders. Oh, en ik kan weer heel goed zien. Wat wennen is dat weer, met verschil met die. Erg, hè? En zo'n klein beetje maar. Ja, en zo'n klein beetje maar. Ja. Ja. Vind je het mooi? Ja. Ja? Zie je het verschil of niet? Zoveel, maar vast. En nou die proberen? Ja. Ja? Die is goedgekeurd door jou? Nee, die. Deze? Daar ben je benieuwd naar, hè? Doe ze mama rechter de camera. Oh. Goed zo. Vind je die mooi? Ja, die staat wel een beetje leuk. Die staat wel een beetje leuk. Niet zo, jongen. Oh ja. Ja, hij kijkt heel anders nu, omdat je inderdaad een normale glazen erin hebt. Ja, dat is heel mooi. Heel mooi. Super mooi. Ik ben er echt blij mee. Vind je goed? Ja. Ja? Ik heb ook het gevoel dat het op zich wel goed zit. Ik weet niet hoe jij er naar kijkt. Ja, ik ga bij je oor nog iets anders oor, hè? Ja, dat zit wel echt op. Ja. Ik vind dat dingetje fijn op mijn neus. Heel anders dan dat plastic. Je voelt je zusje erbij. Mm-hmm. Wat zit er in mama's buik? Een zusje. Zusje? Ja. Heb je al een zusje? Ja. Nou. Kom maar. Nou, Luan en ik hebben lekker geshopt en Daniel die haalt ons nu op met Lucilla. Die heeft Lucilla opgehaald van het kinderdagverblijf. Dit is trouwens mijn nieuwe bril. Eén van de twee. Ik zal jullie zo meteen die andere nog even goed laten zien. En Daniel die staat hier te toeteren. Want die haalt ons dus op van de stad. Kijk. Papa, wat zo? Hier hebben we papa.
En Silla. Nou jongens, we zitten weer in de auto. Kijk, daar is Luan, Lucilla. Hi jongens. Hallo. Papa is er ook weer, die heeft ons net opgehaald. Dit is dus mijn nieuwe bril. Ik zal jullie ook zo even die andere laten zien. Die heb ik hier. Die hebben jullie als goed is net al. Wat zei je? Het is een Kylie Minogue bril. En hij zit ook in zo'n heel mooi hoesje. Die hebben jullie net gezien. Ik zal deze ook eventjes laten zien. Daan had hem dus nog niet gezien. Want ik ben dus de vorige keer teruggegaan naar de winkel. Omdat ik niet heel erg tevreden was met mijn keuze op dat moment. Ja, wow. Mooi hè? Kijk, en dat is deze. Met, de ene met zo'n zilver-goud randje. Met zo'n goudachtig randje. En deze met een zwart randje. Kijk. Zo, leuk hoor. Vind je ook mooi? Dus ik ben weer super blij met mijn twee nieuwe brillen. Met iets sterkere glazen nog. Ik had was iets achteruit gegaan. Het is nu al een beetje te laat om voor jullie te laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Want we hebben best wel heel veel leuke dingen voor Luan gekocht. Maar dat ga ik morgen voor jullie opnemen. En dat plak ik hier nu heel eventjes in. Dus jullie gaan nu eventjes genieten van een klein mini shoplogje in deze vlog. Van wat ik met Luan heb gekocht net. Dus hier komt ie. Nou, even een leuke onderbreking in deze vlog van vandaag. Want wat jullie nu zien heb ik morgen pas opgenomen. Maar het was vandaag al te laat, wat ik al net vertelde in de vlog. Dus dat heb ik even een nieuwe dag opgenomen. Dat plak ik nu even hier tussen. Want wij willen even laten zien wat we hebben geshopt vandaag, hè? En hij wilde vandaag zijn eerste setje al aantrekken. Laat eens even zien. Wat is jouw eerste setje? Ik heb overigens de kaartjes er al afgeknipt, want dat heb ik allemaal al gedaan. Omdat het dus weer een nieuwe dag is. Dit jasje die komt van de H&M. Truitjes ook van de H&M. De broek die is van de Primark. En je schoenen die zijn van de Van Haren, hè? Kom eens kijken, laat eens zien. Heeft hij zelf ook uitgezocht. Dat zijn deze schoenen. Superleuke, ja, Nike's zijn het. Kijk, deze. En deze had ik aan. Ja, die heb je helemaal zelf uitgezocht. En waarom vind je dat zo'n leuke schoenen dan? Vertel eens. Daarom dat hier een Nike-teken. Nike-teken erop staat. Vind je dat mooi? Heel grappig. Dit is dus een schoen die ik persoonlijk niet heel snel zelf had uitgekozen. Dit is echt zijn eigen keuze. En ik merk echt dat hij met shoppen heel erg zijn eigen ding wil uitzoeken. Als ik met iets kom, dan zit het vaak nee, want hij wil het echt zelf uitzoeken. Dus ik vond het wel heel grappig dat hij nu echt een beetje je eigen smaak ontwikkelt, hè? Ja. Ja. Dan hadden we nog een schoen uit nog een paar schoenen van de Van Haren. Dat zijn deze. Die heeft mama wel uitgezocht. Deze schoenen zijn dat. Die heb ik wel uitgezocht voor hem. Die hebben namelijk hartstikke goede onderzolen. En lekker stevig voor de wat koudere dagen, zeg maar. Dan ga je natuurlijk niet met sportschoentjes naar buiten. Dus dit zijn deze. Van de Van Haren zijn die. Ik weet de prijs allemaal niet meer, jongens. Dat heb ik allemaal afgeknipt. Dus dat nemen we maar even voor lief. We begonnen bij de Primark. Daar hebben we deze leuke spijkerbroek geshopt. Met een beetje die vlekken en die scheuren erop. En dat vond je ook wel stoer, zei je? Ja, ja. Deze was heel leuk. Deze moest je even vertellen. Deze wilde jij heel graag hebben. Ja. En mama wist niet zo goed waarom. Maar die vond jij heel erg leuk? Ja, op school die heet Theodore en die heeft ook zo'n shirt. En die heeft dus ook zo'n shirt en daarom vond je hem ook leuk. Maar vind je hem zelf ook leuk? Ja. Ja, oké. Nou, deze wilde je dus ook graag hebben, ook van de Primark. Dit is dan weer mama's keus, maar die vond hij ook wel leuk. Mooi chic blouseje. Lekkere truien, had nog niet zoveel lekkere, dikke, warme dingen voor de winter. Dus een lekkere warme muts, of, ja, een muts zit hierop met een warm bolletje aan de binnenkant. Een lekker vest. Leuk kleurtje ook, hè? Ja. En dan natuurlijk deze. Die heb je zelf uitgekozen natuurlijk. Ja, die was echt heel leuk. En hij was ook heel leuk. Hij stond je ook echt super leuk. En die belletjes die rammelden er ook leuk op. Dus dit is wel een heel erg leuke kersttrui. Dus die had jij zelf uitgezocht. Ja, ja, ja. Heel erg goed gedaan. Toen ging we naar... Oh ja, deze hadden we ook nog. Maar vind je dan deze ook leuk? Ja, die vind ik wel heel leuk. Ja, ook nog had jij deze uitgezocht. Ja, ja. Want je vond dit zo leuk. Van Paw Patrol. Van Paw Patrol, want daar is hij zo fan van. Het is een heel lekker zacht vliesvest. Ja, ja, ja. Nou. Aan de binnenkant ook hoor. Ja, heel lekker warm. Grappig zakje achterop. Het is wel een leuk vest. Gewoon een lekker vest. Ik zag hem zo. Grappig hè? Dan zijn we bij de H&M geweest. Dat hebben we net gezien. En dan dit zwarte shirtje en dit grijze shirtje is van 1 pack. Dus dit grijze shirtje hoorde daar ook nog bij. Gewoon een basic grijs shirtje. Maar de Zara vond ik een beetje tegenvallen wat leuke afwisseling betreft. Maar ik vond deze trui wel heel erg leuk. Deze trui. Dus die heb ik ook meegenomen. Een lekkere warme trui voor van de winterdagen. Hè? Ja. Zodat het frisser wordt buiten. Ja, als het herfst wordt. Winter.
Als het winter wordt. Ja, of kerst. Of kerst, ja. Want voor kerst hebben we een beetje, nou ja, sneeuw, niet voor kerst, sneeuw, maar ja, sneeuw. Het sneeuw buiten. Ja, en deze wil ik graag hebben met deze. Met stropdasje. Deze hebben we van de Hema is dit. En dan heb je ook zo'n giletje bij. Die hoort daaronder, zeg maar. Je kunt hem ook op andere blouses doen natuurlijk. Maar ik vind zo'n giletje ook altijd super leuk. Dus die komt van de Hema vandaan. Dan hebben we nog, oh ja, dit ook nog gehaald bij de H&M. Dit is een kerstmannenpak. Super leuk ook. Echt, ja, voor kerst ook weer heel leuk. De kerstmuts, ga vast. De kerstmuts. Ja. De kerstbroek. Dit is dus een jongenspak. Ja. In ieder geval, ja, gewoon een kerstmannenpak. Nee, net die. Net deze, die. Met deze erbij. Heel erg leuk. Zal ik hem wel even aandoen? Helemaal? Ja. Dan doe jij hem maar even aan. Ik kan even deze jasje okay. En er was dus ook voor Lucilla was er dus ook een kerstjurkje. Dus die heb ik ook meegenomen. Kijk hoe schattig, jongens. Dit kerstjurkje voor meisjes. Met zo'n leuke kerstmuts erbij. Dus dan kunnen ze met kerst allebei als een kerstmannetje. Luan wil even laten zien hoe het pak eruit stond. Dat is heel schattig. Dus als straks kerst is, jongen, dan ben jij de kerstman, hè? Ja. Hey, wat zie je daar? Hi. De kerstman is in de huis. Hallo. Ik ben kerstman Luan. Kerstman Luan. Superleuk, hè? Is ook een lekker pak, dit. Leuk pak. Dit waren de kleren die we vandaag hebben geshopt voor Luan. En nu weer terug naar de auto. En nu gaan we door naar het zwembad. Maar geniet van de waterbeeldjes. Ze mag genieten van de waterbeeldjes. Kinderstoeltje. Hallo. Hallo, mijn juf. Hé, wat heb jij gehaald? Ja, een pieterdiploma. Het staat goed, hè? Heb je gekregen van badmeester? Ja. Wat goed, hoor. Goed zwemmen. Jee, de water voor de blok. Ja. Die moest je dan meenemen. Dat was op een mat, op het water. Ja. Moest je daar oplopen. Oh, en toen moest je, weer die pakjes weer in die Ja. Gaan we in de water zwemmen, pakje in pakje, ga je leuk, op jongen. En dan doe je het weer.